Hallo, welkom in deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag en je ziet het goed, ik ben weer thuis, nog steeds binnen. In de laatste vlog kon je zien dat het geen ziekenboek was. Het gaat enigszins, moet ik zeggen. Alleen, ja, als ze ziek zijn geweest, dan heb je daarna zo'n fase van... ik wil niet en zo. Dat je zeg maar, ja, weer opnieuw moet investeren in... Nou ja, maakt niet uit. Komt goed. We zijn een puzzelmarathon aan het houden. Mamotie. Ja. Ja. Ik heb een planningsfout gemaakt. We hebben gisteravond vriendenbezoek gehad tot heel laat. Goede gesprekken gehad en zo, prima. Maar ik merk nu dat ik... echt moe ben en dat deze afgelopen week, waarin de kids ziek waren en ik voor ze gezorgd heb, toch een beetje zijn tol begint te eisen. Gewoon de hele week bijna niet buiten geweest. Vannacht niet zo heel goed geslapen. En vandaag wilde ik heel veel doen in huis. Moest. Ik kan jullie niet vertellen waarom, maar er moet gewoon heel veel gebeuren in huis. En ik merk gewoon dat ik echt moe ben. Dus dit is echt zo'n confronterend moment voor mezelf. Dat ik denk, oké, eigenlijk moet ik gewoon echt naar mijn lichaam luisteren. Rustig aan doen. Maar ja, hoe dan? Ja? Ja, zo. Meid. Nou, ze kan altijd iedere keer 5 minuutjes spelen. En dan komt ze weer aan me hangen. Het is nog niet helemaal lekker. Wat doe ik dan, hè? Ga ik dan proberen te chillen voor zover als dat kan? Of ga ik toch dan daar overheen knallen? Dus ja, ik probeer in de rust beetje bij beetje te doen. Ik ben net gewoon met zo'n tof, hoe heet dat, stapwedel. Hoe heet zo'n ding waarmee je spinnenwebben weggaat. Hier rustig rondgelopen. Ik probeer echt gewoon stapje voor stapje, kamer voor kamer te doen. Maar ik vind het zo lastig. Ik wil het gewoon gedaan hebben, maar mijn lichaam zegt gewoon En ik weet gewoon als ik nu gewoon 10 minuutjes zou gaan liggen, dat ik daarna wel weer power zou hebben. Maar ja, hoe dan, hè? Misschien als hij dadelijk een dutje doet. Nou ja, heel kletsverhaal weer. Ik denk dat iedereen wel van dat soort confrontatiemomentjes kent gedurende de dag. Zo van, ga ik nou over mijn grens heen? Omdat ik eigenlijk heel graag iets wil? Of luister ik toch naar mijn lichaam? Of nou ja. Oké. Lea komt net uit bedje. Die heeft een uurtje geslapen. En voor dat uurtje had ik Maarten even geappt. Zo van, hey schat, ik wilde van alles doen, maar ik moet echt even naar mijn lichaam luisteren. Dus... ik denk dat ik pas echt door kan als ik even rustig aangedaan heb. En zo lief, toen waren wij lunchen. Althans, de kids en ik. En toen kwam hij binnen tijdens zijn lunchtijd. En hij is 20 minuutjes of zo hier geweest. En in die tijd heeft hij Lea naar bed gebracht. En heb ik echt eventjes een kwartiertje hier mijn ogen dicht gedaan. Dus dat was heel fijn. En Lea heeft maar een uurtje geslapen. En even rustig wakker worden. En dan kan ik weer een beetje doen hier thuis. Dus dat voelt al wel beter. Gaat het, schat? Leers! Van de koelkast! En weet je wat ik ook kan? Als ik een pannenkoek wil. Opgooien en dan helemaal in mijn mond. Popje. Ja. Dankjewel. Dit weekend iets heel leuks doen. We gaan, gewoon omdat het kan en omdat het ons leuk lijkt, met z'n vier logeren bij opa en oma. Dus ik ga even de logeerspulletjes inpakken. Rompotje. Deze broek. Bloesje. En als het koud is, nog een vestje erop. Passende sokjes. Mwah. Moet kunnen. En nog een reserve outfit. Romper. Spijkerbroek. Een bloesje. En als het koud is, een vest. En de juiste sokjes. Nou. 2 setjes en een pyjama. Voor Nicky een pyjama. Een lange broek. Een hemd. En een t-shirt met een warm vest. Sokjes. Dit is niet minimalistisch, hè, deze la. Even kijken. Ja.
boxershorts met een hemdje. Keer 2. En dan nog de toilettas. Tellen dan! Tot 10! Oma, lekkere soep gemaakt. Hey, wil je nog een kipnugget? Heb je nog? Mooi, heb je nog tijd. Logeren bij opa en oma zit erop. Het was echt super gezellig. Ook de kids vonden het echt. Ja, die waren gewoon helemaal in de goede bui. En ook vannacht, we sliepen op één kamer toen Nicky even wakker werd. Zo van. Welterusten allemaal. Zo schattig. En gisteravond liedjes aan het zingen voor Lea om aan het slaap te brengen. Ja, was echt genieten. Dus opa en oma, heel erg bedankt. En helaas ben ik wel nu ook ziek. Blijft misschien ook gewoon niet uit, hè? Als je de hele week een ziek, eerst het ene kind ziek hebt en dan het ander. Maar goed, we gaan, Maarten is al naar huis met de kids. Ik ben de laatste spulletjes aan het pakken en ik ga nu ook naar huis. MUZIEK